In woon- en zorgcentrum De Hofkamp is de treincoupé van de NS officieel geopend. De eer viel te beurt aan Wil Barneveld, inwoner van De Hofkamp. 1, 2, 3. Het is een project van de NS en van Alzheimer Nederland. En zij zochten een verpleeghuis waar... in Overijssel, waar die in de maand december mocht staan. En dat werd ons gegund. Dus het is eigenlijk een, ja, eigenlijk wel een eer dat hij bij ons mocht komen staan deze maand. Wat komt er na Apeldoorn? Komt Deventer? Het oorspronkelijke plan was geweest dat er ook mensen buitenaf hier binnen konden kijken en ook de sfeer van de Hofkamp konden proeven, de sfeer van het natuurhuis konden proeven en natuurlijk een ritje in onze mooie trein konden gaan maken. Ik kwam terug van mijn dochter en toen stond dat hier allemaal klaar, er was niemand meer. Dus ik ben in die trein gaan zitten en ik heb rondje Almelo gedaan. Het belang is zo dat de mensen kennis maken weer met de natuur, weer boven, dat ze in de trein zitten, dat ze toch weer een andere belevenis hebben dan alleen maar even op de kamer zitten of in de huiskamer of met ons. Dat ze toch even weer van de andere wereld kunnen zien en genieten. We hadden eigenlijk gewild dat de mensen met z'n allen hier al bij de grote opening samen konden zijn, wat natuurlijk niet is gelukt. Daar hebben we nu een rooster voor gekozen, dat iedere afdeling een dag de trein kan benutten, heel december. Zodat we toch op corona en veilige afstand met coronaveiligheid kunnen doen. De mensen buitenaf kunnen nu helaas niet komen. Maar we hebben met het natuurhuis wel een afspraak gemaakt over een mooie koffer, waar allemaal plaatjes in staan. En in plaats van dat mensen koffie gaan drinken bij het natuurhuis, krijgen ze een kopje koffie op de afdeling nadien. En dan gaan we de mooie platen op de afdeling bekijken. Heel mooi. Ja, ja, echt. Ben je er al in geweest? Ja, ik heb er gisteravond. Ja. Ja, ik vind dat... je zit mooi op je bank en alles glijdt langs je heen. Dat vind ik heel kundig en mooi.